hou heel erg van Amsterdam. En in Amsterdam-Oost breng ik jong en oud samen. Ik verspreid boekjes door heel Amsterdam, zodat alle kinderen kunnen lezen. Als verslaggevers komen we op voor alle kinderen en leraren tijdens het leraartekort. Ik heb een toespraak gehouden in de Dominicuskerk over mijn ADD-diagnose voor meer dan 1000 mensen. Ik zet me in voor mensen met een verstandelijke beperking om te laten zien dat iedereen erbij hoort. Vanuit mijn eigen ervaringen help ik jongeren die zijn uitgevallen in het scholensysteem hun kracht weer terug te vinden. Ik zet me in om Amsterdammers uit de financiële problemen te helpen. Wij maken ons samen hard voor gelijke kansen in het onderwijs. Ruim 70.000 Amsterdamse kinderen leven in armoede. Ik ben oprichter van de website kinderarmoede.nl, want kinderarmoede moet naar nul. Ik zet me in voor dierenwelzijn, waaronder collecteren voor de Dierenambulance Amsterdam.